gaan wij ons klimaatdoel halen in 2030? Dat is een belangrijke vraag als we willen dat Nederland zijn steentje bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Bij het Planbureau voor de Leefomgeving kijken we ieder jaar met onze klimaat- en energieverkenning vooruit naar de verwachte effecten van het Nederlandse klimaatbeleid op de uitstoot van broeikasgassen. En uit die klimaat- en energieverkenning blijkt dat er nog een forse extra inspanning nodig is om het doel in 2030 te halen. Dat klimaatdoel is een 49% reductie van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Hoe zit dat nou met die forse extra inspanning? Van die 49% reductiedoelstelling hebben we tot nu toe 1/3 bereikt. Dat wil zeggen tussen 1990 en 2019. De komende 10 jaar verwachten we dat we nog eens 1/3 van die reductiedoelstelling gaan bereiken. Dat doen we met het concreet uitgewerkte klimaatbeleid. Dan resteert er nog 1/3 van de reductieopgave van 49%. Die zal Nederland de komende 10 jaar moeten gaan realiseren. Daarvoor zullen klimaatplannen verder moeten worden uitgewerkt of er is misschien wel aanvullend beleid noodzakelijk. Kortom, het goede nieuws is, de uitstoot in Nederland is aan het dalen. Het slechte nieuws is dat het tempo van die daling niet snel genoeg gaat. De klimaat- en energieverkenning laat zien dat de daling de komende 10 jaar qua snelheid moet verdubbelen.